Dag Jans, zo door zit je op dit moment in de auto. Ja, klopt ja. Ja, en je gaat een optreden? Ja. Oké, leuk. En waar is dat optreden dan? In Makkelo. Ja, leuk, spannend. En wij vroegen ons dan nog af, hè? Komt er nog een live CD van hoor? Want met de concerten die je gegeven hebt. Nou, ik heb zoveel vragen aan later mensen de laatste tijd van mijn fans. Maar er weer een DVD komt. Nou, ik heb nog een platencontract met mijn platenbasis en dan gaat het gewoon door. En dan gaan we een keer over brainstormen wat we nu gaan doen. Natuurlijk volgend jaar een nieuw album. En ik denk heel veel mensen, fans van mij, zitten wachten op een DVD. Ik weet niet of dat volgend jaar gaat plaatsvinden. En misschien ooit een keer, een mooie kerstcd te gaan maken. Ja, dat is leuk zeg. En er komt ook een mooie clip erbij. Ja. Ja, leuk. Als je mag kiezen, hè, tussen Assen en mijn Hoogeveen. En waar heb je dan het meeste contact met het publiek? Even nadenken. Van de drie. Ja. Ik vond Assen vond ik heel leuk. En natuurlijk was het begin, er heel veel spanning bij. Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat toch het laatste, dat liep zo ontzettend gesmeerd, weet je wel. Ja. Vanaf begin tot het eind ging het goed. Het geluid bleef goed. De mensen waren gelijk enthousiast vanaf begin tot het eind. En, dat blijft dus het meeste bij van de drie. Het laatste concert wel heel goed was, ja. Nou, we kijken ook naar wat we volgend jaar nog allemaal van je zullen doen. En ik kan nog één vraag, hè. Ga je komend jaar nog zelf nieuwe nummers schrijven? Of word je dan weer ondersteund? Nou, ik ga dit jaar wel toch weer bemoeien. Ik volgend jaar ook al met de stijlen van muziek. Ga ik wel doen. Mm-hmm. En goed, daar ben ik nu alweer mee bezig, een klein beetje. Dus zit eraan te komen met een nieuwe single. Ik heb toch gezien daar volop en dat is ook weer zo leuk van een concert geven. Met bijvoorbeeld het liedje Amigo, I Just Line a Friend. Mm-hmm. Dat het ontzettend goed bij mijn publiek doet. Dat is ook de gevoelige kant van Jan. Net zoals een liedje Adio Amor Adio. Mm-hmm. Is dat ook weer een liedje Amigo, Jocelyn en Vriend. Is ook een liedje wat het allemaal... Dat is toch een liedje met die akoestische gitaar. Hè? Dat vind ik heel erg mooi, Mark. Dus, hoor. Ik mag er eigenlijk niet verklappen, maar we gaan de single uitbrengen. Misschien dat er een unplugged, oftewel een beetje een live. Hartstikke leuk. Veel succes daar. Hartstikke bedankt dat je hem tijd voor ons kon vrijmaken. En nog succes met het optreden, hè. Houdoe.